Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Live Life for Horses. Vandaag ga ik een zonder zadel spring video opnemen. Ik ga eerst even met Kamba gewoon met zadel springen. Dan ga ik een beetje proberen misschien de hoogte te verbeteren. Ik spring niet heel hoog, maar ze kunnen het wel. Dus dat is wel leuk. En met Rausum ga ik dus zonder zadel springen. Want die kan pakt helemaal niks van met zadel. Dat is heel raar, maar oké. Prima. Dus wil je nou meer weten? Blijf zeker kijken. Ik ben nu bij de paarden aangekomen. Het is super lekker weer. Daar ben ik echt zo blij mee. En ik ben nu even kamp aanpakken. Even zien voor de zon. Het is ook wel best wel nat. Ik vind het wel jammer, maar goed. We zien het wel. Het is nog even iets voordat we allemaal comments hierop krijgen. Van Kamba en ik die springen niet echt heel vaak. En we springen ook niet zo hoog, want ja, ze kan het wel, maar het is niet echt heel erg ons ding. Oh ja. En ik heb mijn GoPro op, dus er zijn ook leuke GoPro beelden. Het ging best wel goed met Kamba. Ze verschuilt zich achter mij. En, want we hebben een nieuw record. Ik weet niet precies welk graadje. Maar we hebben hoger stel en hoger kruisje gesprongen. Ik ben echt super blij daarmee. Dus ja, nu ga ik even Rausum pakken. Zoals je ziet heb ik bij Rausum weer het zadel opgelegd. Dat komt geen goed hoor met zonder zadel. Maar ik merkte wel dat ze heel druk was. En dat ze natuurlijk best wel veel dagen stil heeft gestaan. Omdat het zo hard regende. En we hebben zondag weer les. Dus ik dacht van, nou ja, dan doe ik toch even het zadel erop. Om even gewoon die energie eruit te krijgen. Maar het springen gaat echt goed. Dat had ik niet verwacht. Want ze springt best wel fijn. Ze loopt niet onder me uit of zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doeg!